gaan al. Voilà, kijk, welkom in mijn keuken. Met een inductieplaat. Het is eigenlijk een soort jongensdroom die werkelijkheid wordt. Hè. Het voelt een beetje lekker een kookprogramma. Wat gaan we klaarmaken? Varkenswangetjes. Varkenswangetjes in bier. We gaan daarvoor een streekbiertje gebruiken in feite. Namelijk, sesam, open u. Voilà. Een Grand Cru van een goed jaar. Ja, ook belangrijk om mee te delen, ik ben nogal een man van de etiketten. Dus ik drink zeer graag bier uit een elegant wijnglas. Prostata, prostata. In het koken probeer ik altijd een proper werkvlak te houden. Hè, natuurlijk. De varkenswangetjes, mise en place, gaan daarmee beginnen. Een ajuintje, twee ajuintjes. Haha. Maar toch heeft autist Obroek een paar geheime wapens meegebracht voor deze varkenswangetjes, wat toch een soort stoverij is. En dit, dat zal voor veel kijkers heel bekend zijn, het mesken van het molentje, ook hier aanwezig in deze hele degelijke kookwinkel. Ah, de Christmas tree, de kerstboom. Wat staat er hier nog? Een detonatieapparaat. Alleen mijn leven van gedroomd om daarop te duwen. Oh, doorbrand de lampen. En daar hangt een kaarsje bij. Dan wel ook ongelooflijk cadeautjes. Het cadeautje. Haha. Wat? Wat zou je leuze voor de toekomst zijn? Dan, this one. Welke gebeurtenis wil je voor geen geld missen? Dat zijn drie existentiële vragen. Hè. Ja, we gaan daar dan op antwoorden. Ja. Mijn respect voor chefs die koken op televisie wordt nu natuurlijk nog groter en groter. Want ik merk al, dat is de eerste keer dat ik dat doe, dat het praten en koken tegelijk, dat dat een zeer moeilijke opgave is. Hè? Dat is voor veel mensen. Zo begin je iets te doen. Multitasking. Varkenswangetjes in bier is eigenlijk hetzelfde als je een stoofvleesje maakt. Dus dat is zo'n typisch gerecht, stoofvlees. Net zoals een spaghetti of... dat iedereen een versie heeft. Doe hier een beetje een variant, zeker in de kruiding. Het zoetzure, dan... Het bier, dat is nu een Rodenbach, dat is ook al redelijk naar de zoete kant toe, maar dat is goed. Goh. Ik moet zeggen, ik kook zeer graag. Maar een hobbykok... ik heb er altijd eigenlijk een erezaak van gemaakt om dagelijks te koken. Ik ben natuurlijk veel weg geweest, maar om... om dagelijks te koken. Niet zo die man te zijn die dan in het weekend heel dure ingrediënten gaat gaan kopen bij de polier en bij de... Pas op, dat ben ik wel. Ik ga naar speciaalzaken. Ik koop bij de kleinhandel en niet bij de grote supermarkten. Nu een keer hier het raadsel. Ah, voilà. Oké. Okay. Ah. Zo. Vragen dat ik eens aan acteurs, wat zou je dan eigenlijk, als je geen acteur werd geworden, wat zou je dan wel geworden zijn? Ja, dan zeg ik altijd chef-kok. Maar dan heb ik eens een programma klaargemaakt in de keuken. En daar deed ik interviews met topchefs. En dat is zo'n harde stil. Maar... ik dacht dan eigenlijk ook wel van, maar Wim, chef-kok, jij zit eigenlijk een maître d'hôtel. Voilà, zo. Een beetje bidoen. Klein beetje olijfolie bij. Nu gaan we die varkenswangetjes aanbakken. Je zou dat ook eigenlijk kunnen doen, perfect, in een pot.
Ik bak ze hier apart, haal ze eruit, deglaceer de pan met het bier. Het bier wordt warm. En zo krijg je geen koud bier uitgestort over je wang. Kruiden. Peper en zout. Wie of wat krijgt jouw volle aandacht in 2020? Nou, ik ben eigenlijk een beetje een zen-boeddhist wat dat betreft. Alles en iedereen probeer ik zoveel mogelijk mijn zorgvuldige aandacht te geven. Nu, of het nu op professioneel gebied is of in de privésfeer. En ik probeer daarnaar te leven dat als je iets doet, doe het dan niet voor 100%, maar voor 250%. Dat zorgt er natuurlijk wel voor dat je veel energie nodig hebt. Maar wie goed doet, goed ontmoet. Zo, de eerste stukjes die zijn gebakken. De tweede bak mag erin. We gaan ons redden. Ik voel me een beetje op vakantie. Echt. Voilà. Dat mooie sissende geluid. Voordeel van een varkenswangetje is dat dat vlees eigenlijk zacht is. Het was een jaar met, zoals bij iedereen, hè, met ups en downs, met vallen en opstaan. Zo is het leven. Je kunt daar niets aan doen. Dat is zo. Aanvaard dat. Heb een tegenslag. Incasseren, vecht er tegen en ga door. Bij mij is dat niet anders. Nog wat bijkruiden ook, en niet vergeten. Zeg, daar mag flink wat peper op. En natuurlijk, voor de mensen met een lage bloeddruk, mag er wat zout bij. Hè. Ik heb altijd tv gemaakt. Het enige verschil is dat sinds de bake-off ik me heb geassocieerd met mijn met de makers daarvan. Dus ik ben nu eigenlijk ook producent geworden. Maar dat was ik al. Enfin, ik heb altijd al veel aan karren getrokken, geduwd, projecten bedacht, mee aan de wieg gestaan van alles. En dat is eigenlijk nu officieel geworden. We gaan dan nu die ajuinen wat instoven. Zo branden die ook niet aan. Acteur, hè. Ja. Acteur, ik ben acteur. Dat staat op mijn diploma. Studie Herman Teirlinck. Met hoge onderscheiding. Acteur geworden. We gaan die flesjes Rodenbach erbij halen. Maar ja... Het acteurschap, ik heb eigenlijk nooit zo echt uitvoerend, of ik ben eigenlijk nooit echt uitvoerend geweest. Ik was altijd wel mee aan het bedenken, of altijd nog, voor de Bende van Wim heb ik zo ooit bedacht. In de keuken, Week van Liefde. Dat zijn allemaal formats die uit mijn koker kwamen. Dus ik was 14 jaar en ik was al... Ik was al de jongste zanger van West-Vlaanderen, brengt eigen discobar mee. Ik speelde in groepjes al vanaf mijn 15e. Na Studio Herman Teirlinck, waar ik met mijn goede vriend Wim Willaert studeerde, ja, dan zeg ik tegen hem, ja, maar we hebben hier ook, ik heb nog een groepje. Ja, die artistieke ondernemer heeft altijd in mij gezien. Op weg naar een tevreden klant. wat zou je leuze zijn voor de toekomst? God, ik heb zo'n schriftje vol eigenlijk met leuzes en slogans en zinnen waar ik van hou. Live and let live. Leef en laat leven. Laat 1000 bloemen bloeien, zou ik eigenlijk zeggen. Ik vind dat er heel veel gezaagd wordt.
En dat is al altijd zo geweest, dat is eigen aan de mens. Ik bezondig me daar ook aan. Er wordt veel gekankerd ook. En dat is een heel lelijk woord. En dan denk je, weet je, laat duizend bloemen bloeien. Is het qua diversiteit in onze maatschappij iedereen welkom, weet wel? Is het, gaat het over subsidieverdeling voor cultuur of voor investeringen aan de bedrijven of voor de veiligheid te garanderen bij voetbalmatchen of een goede sociale zekerheid? Laat duizend bloemen bloeien. Toen ik afstudeerde, dan was ik heel trots en ik ging dan, ze vroegen dan, wat doe je eigenlijk van beroep? En ik woonde in West-Vlaanderen, dus dat is altijd... Dat was een beetje anders dan in Gent of in Brussel of in Antwerpen. Wat doe je eigenlijk van beroep? Ja, ik ben acteur. Acteur? En wat doe je dan overdag? Wat is dan je beroep? Ja, maar ik zei, dat is mijn beroep. Ik doe dat zoals een zelfstandige. Ik doe dat geen 14 uur per dag, geen 18 uur per dag. Maar 24 uur om dag ben ik daarmee bezig. En die tijd om mij terug te moeten verdedigen voor hetgene wat ik doe, is terug. En dat verontrust me. What's next is eigenlijk het bier opwarmen. Dat gaan we dan bij de... En nu gaan we naar onze schitterende kokotte om ons stoofvlees op te bouwen. Hè. Voilà. Ja, maar ja. We zijn er nog niet, hè. Want koken, ik moet eerlijk zeggen, dat ook met vallen en opstaan is. Hè. Vroeger kon ik dat niet tegen als een gerecht mislukte. Maar ja, je kunt geen omelet maken zonder eieren te breken. Dus je moet dat eigenlijk je overzetten en gaan zoeken van wat deed ik fout. Voilà, dat is hier eigenlijk klaar om geblust te worden. Je mag dan beginnen stoven op een laag vuur. Ik ga mijn vrienden erbij doen. Hoe ver we komen, ja, dat mag eigenlijk op een laag vuur. Dat mag nooit koken, hè, Opbroek. Er moet nu nog wel de binding gebeuren, hè. Brood, binding, brood met daarop goede mosterd. En dat gaat dan meesudderen. En nu komt er zo'n hele reeks van kleine toevoegingen. Ja, is aan het komen hier. Ik heb niet graag dat te hard kookt, want dan dat moet echt sudderen, hè? Een stoofpot. Moet harden. Als mijn kinderen klein waren, ze zijn nu het huis uit. Ik maakte echt eten voor heel de straat. En nog, straks is het kerstavond bij ons. Dan heb ik al mijn menu in mijn kop. Dat gaat ook weer veel te veel zijn, hè. Aalbessengelei hebben we hier nu. Maar thuis doe ik eigenlijk altijd die... groen potje appelsiroop. Die zo iets geconcentreerder van smaak is. Om daar zo'n rare zoete touch aan te geven. Samen met die... In contrast met de mosterd, als het ware. Dat is de vraag. Welke gebeurtenis zou je voor geen geld van de wereld willen missen? Dat is natuurlijk... Dat is een eindeloze rij aan gebeurtenissen. Aan tentoonstellingen, aan concerten, aan theatervoorstellingen waar ik nooit kan naartoe gaan. Omdat ik eigenlijk altijd zelf op de planken sta. Dus dat is eigenlijk al... Dan zijn er een aantal privégebeurtenissen. Daar ben ik waakzaam voor dat ik die altijd... Dus de verjaardagen probeer ik toch van mijn kinderen, van mijn echtgenoten, die probeer ik altijd mee te maken. Ik maak een nieuwe voorstelling met Wilfried de Jong, de Nederlander. Die voorstelling zal Jonkvrouw heten. En vanaf februari spelen we dat door heel Vlaanderen en Nederland. Allen daarheen. Ik ben ook het fotomodel geweest. Ja. Dus men vraagt mij nog om model te zijn. Of het is zelfs de eerste keer. Ik ben ambassadeur voor de Floraliën. De Floralies, laat dat maar zijn hoor. Floralies. En dat is op 1 mei. Floralies. Vind mij gaat. Vries schuurde Piesmonté, maar dan Friedeboot in Parijs. Frappuift. Friedeboot, Frappuift. De Piesmonté. De Floralies. Dahlias. Dat schijnt, stak naar klap, hè? Daar is het maar één oplossing voor. Patrellen.
En patrelle is een kleurstof. Ik zou al een beetje durven omroeren. Is een kleurstof. En je gaat dat zien, als je dat eraan toevoegt, kleurt je stoofvlees instantly donker en donkerbruin. Voilà. Twee druppeltjes. En nu gaat dat zien donker worden. Zie je dat? Zo'n stoofpot, dat kan echt veel verschillende smaken hebben die voorbij komen. En voilà, hier is eigenlijk nog een geheim ingrediënt. Ik heb het niet zelf uitgevonden. Ik weet niet meer waar ik het heb gelezen. Maar daar een klein beetje zesten van appelsine laten meekoken, dat zorgt ervoor dat er af en toe zo'n vleug... Ja, appelsine... appelsinezesten voorbij komt. Mijn oog valt hier nu toch op een schitterend, we zijn in de kerstsfeer, een schitterend bloemstuk, een floraal bloemstuk. En dat doet me dan weer denken aan die floraliën, de floralis die op ons staan te wachten. Ik vind dat ook een leuk ding eigenlijk, die floraliën. Ja, einde jaar. Ik vind dat eigenlijk een heel fijne periode. Onze kinderen worden groot, er zijn geen kinderen meer. Dus, eentje woont in Gent en de andere is met één voet al. Dus ze werken alle twee. Het is zo'n ander leven dan dat wat zich aandient. Dus zijn dat eigenlijk nog wel alibis om iedereen terug bij ons. Dus ik hou er wel van. Ja. Mijn schoonmama is dan elk jaar wafelenbak. Ik zou dat eigenlijk niet willen missen. Het enige wat wij doen is dan nu alternatieven aanbieden in data met een WhatsApp-groep. Bij ons is het dan nergens beter dan thuis. Voilà, onze vrienden mogen nu nog een drie kwartier traag sudderen. Voilà, en dan nog een boodschap voor de kijker in deze donkere dagen rond kerst. En ik heb eigenlijk maar één boodschap. Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil. Maar vooral aan de mensen van slechte wil. Want ja, als ik nu vrede op aarde wens aan de mensen van goede wil, ja, die zijn eigenlijk van nature al goed. We moeten de mensen van slechte wil ook overtuigen om goed te worden. De enige vraag is, wie is goed en wie is slecht? Maar vrede op aarde aan alle mensen van goede, maar vooral aan diegenen van slechte wil. Proost. De zalige glazen champagne, de zalige lafiette, premier cru brûlé. Eerlijk.